Brief aan de volgende premier. Meneer de eerste minister, kunst kent nog grens, nog taal, nog partijlidmaatschap. Onze samenleving is multicultureel en dat is een feit. En zij moet intercultureel worden en dat is een formidabele opdracht. Men heeft mij gevraagd om zo'n brief te schrijven. Maar ik had dus volledige vrijheid om daarin te zetten wat ik daarin wilde zetten. Ja. En ik heb dus mijn brief gericht aan de denkbeeldige eerste minister van na de verkiezingen. Ik hoop dat de nieuwe regering, de nieuwe regeringen, de federale en vooral dan de gewestregeringen een heel opbouwend kunstbeleid zullen voeren in dit land. Mijn meest dagelijkse portie kunst is muziek. Uh, dus uh, als ik hier op mijn bureau werk, heb ik altijd Klara uh, opstaan. Of als ze te veel babbelen, schakel ik soms over naar een, een andere post waar mijn klassieke muziek speelt. Of leg ik een plaatje op. Ik heb een hele grote verzameling CD's. En dus uh, zonder muziek kan ik niet leven. Ik denk dat de overheid ook een rol heeft om kunst te bevorderen en te stimuleren. Kunst is uh, uh, altijd tweezijdig. Er is de kunstenaar, enerzijds, en anders de kunstminaar. En dan ontstaat dus een intense relatie tussen de creatieve kunstenaar en de kunstminaar die daarvan ja, uh, onder de invloed komt. En dus, de overheid moet aandacht hebben voor de twee partijen, de kunstenaars en de mensen die van kunst houden. En dat moet niet alleen worden vertaald in termen van commercie, als ik me zo mag uitdrukken. Dus overheidssubsidies voor kunst zijn zeer, zeer belangrijk.